Ja, Daan Bovenberg, dan hoor je vlak voor de wedstrijd volgens mij dat je moet gaan spelen. Hè? Want Karami is in de warming-up geblesseerd geraakt. En, ja, hoe hoorde je dat? Ja, in die zin op die manier. Dus dan was het even snel schakelen. En je moet zorgen dat je voorbereid bent en dat je er klaar voor bent. En uiteindelijk pakte dat goed uit, dus dat was geen probleem. En dan kan je gewoon 90 minuten volhouden zonder kramp? Ja. Ja, nee, dat was in die zin was dat eigenlijk ook geen probleem. Het was uiteindelijk wel pittig op het eind, maar over het algemeen ben ik goed heen gekomen. Ja, ik zeg het, je traint natuurlijk gewoon altijd. Maar je ziet vaak bij spelers die dan toch lange tijd niet gespeeld hebben, dat ze in een slotfase problemen hebben. Maar dat zag je bij jou niet. Nou, dat is mooi. Je bent met name vandaag met Sander situaties iedere keer mee. Jammer dat zo'n bal dan net niet goed valt. Ja, klopt. Ze werden denk ik wel goed genomen. Een aantal paar goede ballen van Jeff en Adil. Alleen het balletje viel net niet goed helaas. Er zat elke keer iemand van Heracles tussen. En dat was zonde, want we hebben wel een aantal standaard situaties gehad, denk ik. Maar helaas niet van kunnen profiteren. Ik denk dat wel inderdaad een puntje is waar ik van baal van deze wedstrijd. Omdat normaal gesproken ben ik daar goed bij betrokken. Maar helaas vandaag niet. Gaat de geschiedenis zich herhalen? Vorig jaar speelde Jan begin niet. Zo vlak voor de winterstop raakte Karami geblesseerd. Speelde jij in het elftal? Gaat de geschiedenis zich herhalen? Ja, weet je, dat weet je altijd achteraf pas. Geen idee. Die vergelijking in die zin klopt. Alleen toen is hij echt langdurig geblesseerd geweest. Ik weet niet of dat nu het geval is. Vind ik ook niet zo relevant. Voor mij is het lekker dat ik weer een potje heb gespeeld. Dat ik het idee heb dat ik op deze manier ook mijn steentje bijdraag aan het succes waar we toch mee bezig zijn. En dat is nu eventjes het allerbelangrijkste. En dan gaan we vanaf maandag wel weer verder kijken. En ik blijf gewoon hard mijn best doen. Het is heel duidelijk. Iedereen die niet speelt, die wil spelen. En zo zit dat ook bij mij. En dat is denk ik alleen maar gezond. En dit motiveert dan wel om gewoon door te gaan. Want de verdediging houdt de nul. Jullie geven ook niet al te veel weg tegen de nummer 4 van Nederland. Alleen één minpuntje. Jullie hadden eer niet met 1 punt, maar met 3 punten terug moeten gaan naar Rotterdam. Hè? Ja, denk ik ook. Ik denk dat je vandaag heel goed hebt kunnen zien dat we in wat voor ontwikkeling we als team maken. Het is ongelooflijk stabiel, volwassen. We hebben een hoop jongens die heel erg bezig zijn met de organisatie in het veld. Maar ook gewoon met het voetballende gedeelte worden we steeds beter. En ik denk inderdaad op het eind, dan moet je redelijk, dan is het 1-0-0 en dan moet je daarmee leven. Alleen wat je zegt, als je kijkt de kansen die we gehad hebben en het spel wat we hebben laten zien, dan denk ik dat je hier gewoon had moeten winnen. En als je ziet dat je dit met Excelsior ook gewoon hier kan blijven presteren, dan is dat complimenten denk ik veel de ploeg. Ja, een prachtige reeks hebben jullie achter de rug. Alleen Vitesse was een beetje een domper. Ja, oké, Excelsior 31 voor de beker dan. Maar waar kan dit toe leiden? Want als je op dit moment de Graafschap ziet kwakkelen, Cambuur ziet kwakkelen, zijn dat toch ploegen waar jullie never en nooit meer dit jaar in de buurt komen? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, we zijn echt totaal niet met andere ploegen bezig. Dat is wel het mooie, vind ik, ook van deze groep. Weet je? Het is een hele volwassen groep en we kijken op geen enkele manier naar beneden. Iedereen wil zich doorontwikkelen, iedereen wil verder, omhoog. En dat is een drive die erin zit. En ik denk dat je dat terugziet in het veld, maar ook gewoon door de week op de training. De gretigheid om te verbeteren en om verder te komen met z'n allen is heel erg groot. Dus dat is voor ons de maatstaf. En op die manier denk ik dat je nog een hele hoop wedstrijden goed door gaat komen. En dat is denk ik mooi om te zien. Om te beginnen volgende week zaterdag Feyenoord. Moet Feyenoord zijn borst goed nat maken? Nou ja, het blijkt gewoon dat wij een hele lastige ploeg zijn om te verslaan. Dus niet alleen... Heracles zal het lastig met ons hebben, maar ik denk dat Feyenoord het ook lastig met ons zou hebben. En, mooi potje, kijken we naar uit en we gaan het zien volgende week.